Dit is een doosje wat Theo Bamberg of Okito uitgevonden heeft. En wat eigenlijk zo'n 100 jaar overleefd heeft. En vandaag aan de dag nog steeds door wel de werelds grootste muntenwerkers of muntengoochelaars, om het zo maar uit te drukken, wordt gebruikt. Waarom? Omdat die zo subtiel is. Ze hebben geen dubbele bodems. Je ziet een dubbele bodem en een deksel die er netjes zo op past. En ik heb hier een paar munten. Ik kan ze alle twee erin werken, maar ik dacht één is wel interessant genoeg. Wat dacht u ervan? Ik neem dus een Riksdaalder en die leg ik er zo in, dat u het zien kunt. En zoals u het zien kunt, kan ik hem, heb ik hier een dekseltje die ik er zo opleg. Oh, u wilt nog graag één keer zien. Ik zal het u nog één keer tonen, dat u echt kunt zien dat daar de munt nog in zit. En dan sluiten we die zaak. En zoals u ziet, het doosje ga ik nu op een spel kaarten leggen. En die hou ik dan boven die laatste Riksdaalder die nog op tafel ligt. Als ik nou een tikje geef, let u maar op, valt die door die doos en door het bodempje op de laatste Riksdaalder. Dit was het meest klassieke gegeven van de versie die Okito zelf draag gegeven heeft. Dank u wel.